Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? FRINDS. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Goed, hallo allemaal. Het is voor mij vandaag vrijdag. En ik ben weer terug met een nieuwe vlog. De afgelopen week is best wel hectisch en raar verlopen. En dat was eigenlijk puur het probleem en het feit dat ik... het ging gewoon weer niet even lekker met mijn darmen. Ik kan er wel omheen draaien, maar dat is eigenlijk hetgeen wat het hele probleem was. Het ging niet lekker met mijn darmen, ik had heel veel pijn. Er was wel familie uit Amerika over, dus daar heb ik ook wel een beetje tijd mee gespendeerd. Maar merendeel ben ik echt vergaan van de pijn. Maar eigenlijk was het afgelopen weekend. Ik heb afgelopen weekend heel veel tijd gespendeerd met ze. En afgelopen week was het gewoon echt not done. Afgelopen week ziekenhuis geweest. En donderdag in het ziekenhuis geweest. En hun vertelde mij dat komende week de röntgenonderzoek plaats gaat vinden. Wat hartstikke fijn is. Ik heb de pilletjes meegekregen. Het zijn gewoon een soort plastieke, ijzeren, kunststof, weet ik veel wat dat is, ringetjes. Die moet ik slikken. En in het verloop van röntgenfoto's die ze de hele week door gaan doen, elke dag heb ik er één, volgende week, kunnen ze dus zien waar die zich bevinden. En als ze dus ergens bijvoorbeeld 2 dagen op dezelfde plek zitten, weten ze dat dat niet helemaal klopt en dat daar misschien het probleem kan zitten waarom ik niet naar de wc kan. Morning, ik ben wakker en ik ga even gewoon een beetje make-up op doen. Het is 5:45. Ik ben aangekleed en even gewassen. Ik heb vandaag een halve dienst, omdat ik moet gaan laxeren. Eigenlijk zou ik gewoon een hele dienst draaien, maar ik moet vandaag en morgen laxeren. En door het nog maar 2 dagen zijn in plaats van 4 dagen voor het onderzoek, moet ik dus nu 2 zakken gaan doen. In de hoop dat het een beetje loskomt. Dus het is vandaar dat ik er een korte dienst heb vandaag. En dan ga ik volgend weekend ook gewoon even ergens een korte dienst of zo. Ik moet wat. Dus ja, gaan we dat even doen. Goed, ik ben soort van klaar. Even koffietje gezet met ijsblokjes. Dat betekent ijskoffie. Dat is wel lekker. Zo, jongens. Ik heb alle laxeermiddelen klaargezet vandaag. De bedoeling was dat ik eigenlijk in 4 dagen 1 zak zou drinken. Maar donderdag was ik in het ziekenhuis tot 3 uur, dus dat werd hem ook niet. Gisteren moest ik werken en ik krijg niet na mijn werk nog een fucking liter naar binnen. Dus de enige kans vandaag is om even een half dienstje te draaien. Dat ik in ieder geval wel even geweest ben, dan ben ik in ieder geval weer 4 uurtjes rijker. En ja, dan kan ik vanmiddag wel gaan laxeren. En zondag. Dus ja. Het is zo heet hier. Ongelooflijk. Ik zit even op social media te kijken. Iedereen zit met ijsjes en zo gisteravond. En ik lag gewoon om 7 uur in mijn bed. Omdat ik me eigenlijk niet lekker voelde. Nou ja, 7 uur is overdreven. 8 uur. Ik lag er ongeveer 8 uur in. Dus ja. Ik ben een beetje verkouden. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Vast niet van de kou buiten. Oh. Ik ga even video's kijken. Een beetje wakker worden. Mijn koffie opdrinken. En dan even naar stage. Een half dienstje. Kijk, ik zou eigenlijk een hele dienst lopen. Maar ja, dat gaat niet worden. Want ik moet ook gewoon leeg voor maandag. Dus ja. Goed, we zijn inmiddels een half uur verder. Ik weet niet of je het aan me ziet, maar ik ben al half aan het janken. Ik ben het gewoon allemaal een beetje zat. Ik zie het niet echt meer heel erg positief in. En
ik sta er ook niet echt meer positief in. En dat is niet gek, want je moet je wel voorbereiden op waarschijnlijk een onvoldoende, omdat ik te weinig leermomenten op stage heb gehad. En als ik een onvoldoende krijg, dan kan ik alsnog pleiten. En dan wordt er gisteren gezegd, ja, je moet wel positief blijven. En hè, maar ja, je moet wel rekening houden met het ergste. En ja, we moeten wel reëel blijven. En dan wordt er daarna gevraagd, joh, maak je er druk om? Ja, tuurlijk maak ik me er druk om, hallo. Ik doe je godverdomme nog mijn best. En in de een of andere, weet ik, iemand die zijn stage verkloot, die heeft geen problemen. Die krijgt gewoon onvoldoende en die gaat gewoon door. En ik moet straks gewoon stoppen. Maar ja, het is bijna 6:30. Ik heb mijn laatste paar slokken koffie en dan ga ik naar stage. Maar het zit me allemaal heel hoog. En het liefst begin ik er ook niet meer over. Maar ik heb vannacht ook weer niet geslapen door waarschijnlijk het gesprek en het gedoe van gisteren. Ik maak me er gewoon echt heel erg druk om nu momenteel. Goed. Ik ben bijna bij de meetrap. Op de een of andere manier kan ik niet stoppen met kanten die weer huilen. Ik weet niet wat het nu is, jongens, maar ik maak me er zo druk om. Echt vreselijk. Kijk, ik moet me er niet druk om maken. En ik snap dat iedereen zegt dat ik me er niet druk om moet maken. Maar ik doe het wel. Weet je, het is allemaal makkelijk gezegd. Ja, maak je er niet druk om? Nee. Maar je bent er wel mee bezig. Hoe laat is het trouwens? 6:53. Dus ik ben ook gewoon ruim op tijd op stage. Dat is wel fijn. Mijn ouders lagen nog te slapen, zag ik. Ik heb ook amber make-up opgedaan. Ik heb wat concealer en mijn wenkbrauw een beetje blush en dat is het. Ik heb geen zin om iets op te doen. Ik heb zin om stage te lopen, absoluut. Maar ik vind het nou ook gewoon weer heel kut om te moeten zeggen. Ja, in plaats van de hele dag kom ik een half en ik moet laxeren. Ik denk, ja, wat hebben ze dan aan mij, weet je? Kijk, het is zaterdag, dus het is vrij rustig naar de zorg, maar ja. Let's go. Even kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Maar ja, we gaan naar stage. We blijven lachen. We blijven positief. Maar ben ik dat nou even helemaal niet. Maar goed. We gaan. Richting stage. Tenminste, eerst uit de metro, dan ook richting stage. Goed. Ik ben klaar. Het is 1:15. De stageplek is het gebouw trouwens hier achter me, dit gebouw. Daar loop ik stage. Ik heb heel veel pijn. Mijn pijn wordt dus alleen maar erger. Dus ik wil zo snel mogelijk gaan drinken. Het is nu al mega warm. Dus goed drinken kan ook geen kwaad met dit weer. Maar ja, om nou weer even 4 liter weg te gaan zitten drinken is ook niet lekker. Maar goed, wat moet, dat moet. Ik ben onderweg naar de metro. En ik heb nu al een droge stot. Ongelooflijk. Oh wel. Maar goed, onderweg naar de metro. En daarna, ga ik eigenlijk vrijwel een hele middag drinken. En waarschijnlijk loop ik gelijk. Dus dat zou weer heel fijn zijn. En anders, als het niet werkt, dan hebben we een probleem. Want dan stapelt het zich volgende week alleen maar op. Maar het moet wel werken. Het komt echt wel goed. We gaan erover net. Het komt allemaal goed, jongens. Het komt allemaal goed. Beetje positief blijven. En zeker naar zo'n dipje van morgen. Ik heb het nog steeds niet heel erg makkelijk, maar ja, we moeten wat. Goed, ik ben inmiddels thuis. Ik zit aan de liters drank, waarvan ik echt druk van. Ik ben heel misselijk. Ik heb misschien een halve liter op. Maar we hebben beneden een nieuwe tv. En dat betekent dat de tv van beneden over is. En aangezien ik een mini tv heb,
staat die tv nu dus hier. Mega groot. Maar wel super, super chill. Mijn pa is even kijken voor een internetkabel. Want dan kan ik waarschijnlijk ook gewoon normaal tv kijken. En mijn Chromecast hangt hier achter. Dus ik kan sowieso gewoon YouTube, Netflix, Videoland, Audion gaan kijken. Maar echt, dit is zo chill. Het is echt heel erg tof. Alleen mijn wekker moet ik even op een ander plekje zetten. Maar dat komt allemaal wel goed. Maar we zijn dus even de tv aan het installeren. En dan ga ik zo heel veel licht even mijn ogen dicht doen. Ik heb de hele nacht niet geslapen. Ik ben best heel erg moe. Het lijkt er niet zo uit omdat ik weet niet hoeveel lagen make-up onder mijn ogen heb. Maar ik kan wel zeggen dat ik best wel moe ben. Ik heb even een korte broek aangetrokken. Ik ga zo denk ik lekker dit shirt uitdoen en lekker in mijn BH rondlopen. Want ik heb het super heet. Dus ja. Wauw. De tv is zo goed als ready. Ik hang ook aan de internet en mijn Chromecast hangt hier achter. Dus beeld en alles heb ik heel goed. Het is ook echt allemaal super scherp en ik ben er heel blij mee. Het is eventjes wennen dat het allemaal in één keer zo mega groot is. Maar ik vind het wel wat fijner staan dan dat hele kleine tv'tje. Kijk, dit is ook wel heel veel mega mega. Maar het valt mee en ik ben er gewoon heel erg blij mee. Dus dat is natuurlijk het belangrijkste. Hier ligt nog wat spullen wat ik allemaal nog even wil opruimen. Ik ga mijn tweede liter. Ik heb mijn eerste liter op. Ik heb trouwens een hele gekke plek op mijn gezicht. Maar ik heb hier een of andere muggenbult of iets. Dat heb ik aangezeten. Ja, dan weet je ook gauw dat het gewoon zo wordt. Het is heel lelijk. Het is een muggenbult volgens mij. Want het slaat wit uit rondom. Als ik eraan zit. Dus volgens mij is het een muggenbultje. Maar goed. Daar kijken we wel even omheen. Ik loop inmiddels, als je ziet, in mijn BH en mijn korte broek. Omdat ik het gewoon mega warm heb. Het is ook gewoon echt mega warm. Ik ben even op bed aan het relaxen. Ik ga eventjes mijn 2 liter maken. Die ga ik over een uurtje opdrinken. En dan even een kopje koffie zetten, denk ik. Ik ben een beetje aan het inkakken. Ik wil heel graag even slapen. Maar aan de andere kant heb ik ook helemaal geen zin om te slapen. Dus ik denk dat ik gewoon even lekker een kopje thee of een kopje koffie ga maken. En dat ik die even lekker ga opbeuzelen hier zo. Ik heb mijn laken hier opgevouwen vanmorgen. Omdat ik natuurlijk niet onder een warm dekbed slaap met het hete weer. Zit hier over zo neer. Daar zit natuurlijk allemaal veel te warm voor. Dus ik heb hier nog een korte broek liggen. Dus ja, ik lig gewoon lekker de laatste tijd onder een laken te slapen. Want het is veel te heet voor een dekbed. En dat gaan we dan ook maar niet doen natuurlijk. Dat is dan maar niet, niet slim. koffie. Ik ga koffie maken. En laxeren. Mama moet de kat eten geven. Maar ze nam vorige keer de pilletje niet in. De kat. Bij mijn moeder. Dus ik zet nu mijn koffie heel snel naar binnen te gooien. Om mee te gaan met mijn moeder om de kat de pil te geven. En dan hoop dat ze bij mij wel inneemt. Goed. Het is inmiddels 10 over 10. Precies 10 over 10. Ik weet niet hoe ik dat doe, maar het is toevallig. We hebben Tabby eten gegeven, de kat van mijn oma. En nou ja, daarna ben ik weer naar huis gegaan. Ik heb lekker tv gekeken. We hebben avond gegeten en daarna voelde ik me eigenlijk een beetje raar worden. Nou, niet echt raar, maar ik voelde me echt heel erg hangerig geworden. En heel veel buikpijn. En heel veel keelpijn. En ik weet niet waar de keelpijn vandaan komt. Maar hij is wel aanwezig. En ik weet niet hoe, of wat, of waar die vandaan komt. Maar dat is echt irritant. Ik heb het gevoel alsof er hier een of andere slijmprop hangt ofzo. Dus ik ben continu aan het hoesten, maar het wil niet weg. Dus ik heb net 2 grote lepels dropsiroop geslikt. Dat is ook voor een verzachte keel en alles. En verkouden, maar ik ben altijd... oh, ik ben altijd 's avonds verkouden. Dat is heel raar. Heel typisch. Maar ik denk dat ik de ventilator eventjes niet op mezelf ga zetten vanavond. Want dat heb ik de afgelopen 3-4 nachten wel gedaan.
En ik denk dat daar ook die verkoudheid en die keelpijn door komt. Dat ik me eigenlijk gewoon een beetje een koudje aan het vatten ben. Dus ik ga hem uiteraard wel gewoon lekker laten ronddraaien. Maar... ik ga hem wel gewoon vol uitzetten. Maar ik ga hem gewoon laten draaien. Goedemorgen. Ik ben wakker. Mijn keelpijn is erger geworden. En mijn stem is steeds verder weg. Ik weet niet hoe dat kan, maar... ik ga even... ik ga even een kopje thee zetten. Met... iets van citroen of zo. En een beetje honing. Ik hoop dat het een beetje rustig wordt. Mijn keel is heel geïrriteerd. Dan gaan we kijken wat we vandaag gaan doen. We gaan sowieso laxeren. We gaan vandaag een beetje ons gemakje houden. En hopen dat ik me iets beter voel. Voel me op zich verder prima. Alleen die keelpijn is heel irritant. Maar komt allemaal goed. Komt allemaal goed. Komt allemaal goed. Echt waar. Goed. Een beetje een zondagroutine dacht ik een beetje leuk om toe te voegen. Ik ben dus net beneden. De keelpijn is ietsje minder. Maar dat komt omdat ik aan de thee met honing zit. Dus dat is hartstikke fijn. Hij is trouwens bijna op. Maar het werkt wel eventjes wat beter. Ik zit buiten. Het is een beetje chilly. Het waait. Dus het is op zich lekker. Maar ik denk dat het in de zon wel wat lekkerder is. En ik zit nu natuurlijk gewoon in de schaduw. Maar hier bijvoorbeeld is er wel zon. Ik zie dat het daar net iets warmer is. Het is hier wel een beetje fris. Maar na de afgelopen hele hete dagen is dit wel heerlijk. Wat ik nu gewoon eigenlijk een beetje aan het doen ben. Ik ben nu trouwens ook vandaag alleen thuis. Mijn ouders die zijn naar een papegaaienstuif aan het helpen en alles vandaag. Dus ja, ik ben dus vandaag alleen. En zo word ik eigenlijk een beetje wakker. Gewoon een kopje thee zetten. Ik heb net een crackertje op. Ik zit nu even op YouTube. Gewoon eventjes wat dingetjes door te lezen. En te kijken. En wat mailtjes te beantwoorden. Gisteren heb ik een SNS-rekening afgesloten. Puur om het feit dat ik moet gaan leren sparen. Ik vind het best heel lastig. En het is bij mij, als ik geld zie, dan moet het ook gelijk uitgegeven worden. En dat is hartstikke slecht, want ik bouw onder andere een studieschuld op met mijn opleiding. Ik moet later ook een keer het huis uit, dus daar heb ik ook geld voor nodig. Maar ook gewoon sparen voor dingen die ik wil hebben. Het is vaak gewoon, oh, nu heb ik het geld, nu ga ik het halen. Maar wat als ik ermee wacht? En ik zet gewoon continu een kleine beetje geld opzij, dan spaar ik. En dan kan ik het later gewoon alsnog halen. Alleen, het is bij mij het ding dat het gelijk moet. Het moet gelijk gekocht worden. Het moet gelijk uitgegeven worden, het geld. Dus, dat moet ik een beetje leren. Maar, ik heb natuurlijk een ING-rekening. En wat ik nu wil gaan doen, is al het geld wat ik gewoon aan salaris krijg. Aan stagevergoedingen, aan studiefinancieringen, zakgeld, geld wat mensen naar me overmaken. Alles wordt gewoon op mijn ING-rekening gestort. Ik ga die pas inleveren. Ik ga die ING-app van mijn telefoon verwijderen, zodat ik ook niet meer op mijn account kan om geld over te maken. En wat ik ga doen is, ik ga mijn vader en moeder elke maand vragen om, of ik doe het zelf op hun telefoon of op online. Maar ik ga hen vragen om elke maand rond de 30, 40 euro over te maken voor mezelf. Dat is dus geld wat ik kan uitgeven. En desnoods doen we 50, dan hou ik 20 apart voor dingen die ik wil hebben. En dan heb ik 30 euro elke maand voor dingetjes die ik wil kopen. Zoals misschien iets een keer iets te eten of iets van andere dingen. Dus dat is eigenlijk het ding wat nu aan de gang gaat. Ik moest gisteren alles invullen en opsturen naar de SNS. En als het goed is krijg ik binnen nu in 3 dagen te horen of het is goedgekeurd of niet. En dan wordt mijn bankpas gemaakt. Dat is leuk, want ik heb een gepersonaliseerde bankpas met een foto van mezelf erop. Dus dat is ook grappig. Dus ja, dat is allemaal wel eventjes weer leuk en spannend. En dan heb ik dus gewoon mijn eigen pas om geld uit te geven en mijn ING-pas om geld op te zetten. Want vaak is het zo, dan pin ik geld en doe ik het in het potje. Maar mijn moeder heeft de sleutel van het potje, ik weet verder niet wat ermee gebeurt. En zo kan ik dus wel zien hoeveel er op die ING-rekening staat, als ik er niet aan kan komen. Ik heb verder wel een spaarrekening van de ABN, maar mijn moeder die is niet meer gemachtigd daarvoor. En die wil mij de inloggegevens niet geven, omdat ik niet mag weten wat er op die pas staat. Dus dat is ook allemaal gedoe. Dus ik denk, weet je, ik ga het gewoon zelf doen. Mijn IG wordt mijn spaar en mijn SNS wordt mijn uitgegeven betaalrekening. Dus dat was ook wel leuk. Dat wil ik wel even meedelen, want daar heb ik best wel moeite mee. Hebben jullie nou tips om beter te leren sparen of minder geld uit te geven?
let me know. Want ik heb echt een serieus probleem. Bij de rest ga ik zo even naar boven. Ik ga eventjes wat normaals aantrekken dan mijn slaapshirtje en mijn korte broek. Het wordt vandaag rond de 22 graden, dus het is op zich wel weer gewoon normaal lange broeken weer. Het kan natuurlijk ook gewoon een halve broek, maar ik denk dat lang wel eventjes lekker is. Dus dat ga ik even aandoen, even een t-shirtje en even een beetje opfrissen, want dat is ook wel nodig. Dan dit slaperige gezichtje. Ik ga dit ding even behandelen. Stomme muggenbult. ja, dat eigenlijk. Ik ga even een ochtendje meenemen hoe of wat met mijn ochtendroutine. Dus ik ga me even gewoon aankleden. En ik ben nu mijn gehakt aan het braden voor de tacos voor vanavond. Maar aangezien ik de enige ben die tacos eet en ik heb 500 gram gehakt, is dat gewoon best wel heel erg veel. Dus ik ga nu het gehakt braden en zometeen het tacosausje erbij toevoegen. Dan ga ik zometeen al een paar wraps eten met gehakt. En wat overblijft, dat eet ik dan vanavond als avondeten. Ik zou misschien denken, waarom eet je dan in godsnaam om 5 uur van 9 uur burrito's soort van. Nou ja, omdat het er gewoon, het is gewoon lekker jongens, het is gewoon lekker. En qua eetpatroon, ik eet hem altijd hartstikke gezond en het maakt me allemaal niet zoveel uit. Maar ja, een cheat day mag wel. Ik heb afgelopen week ook hartstikke gezond gegeten. Ik ga trouwens gelijk even een nieten klaarmaken van de clean prep. Want daar wil ik wel even mee door. En even 2 tabletjes innemen, want dat moet ook nog. En dan, ja. Dit zijn trouwens de laxeertabletjes. Ze zijn super klein, maar ze helpen hopelijk wel. Ik moet wel op mijn hak leggen. Mijn hak staat een beetje te overkoepen. Eventjes iets lager zitten. Dus ja, ik ben hier even lekker mijn hak aan het raden. En als dat allemaal klaar is, dan eet ik ze meteen eventjes. Een burritootje. Nou, dat zal misschien wel om 10 uur helemaal ready zijn. Ik heb hem laag staan. Dus ik heb geen haast. En dan over is het dus het avondeten. Dus ja, ik ga even mijn laxeerspulletjes innemen. En dan gaan we zo lekker eten. Ik heb heerlijk gegeten. Ik zit inmiddels buiten met een glas ijsthee. Ik heb een tabletje ingenomen. Mijn kopje thee is zo goed als leeg. Maar die moet ik even nieuw zetten. Dat vond ik wel lekker. En die zijn flesjes van 1,5 liter. En ik moet 1 liter drinken. Elke keer 1 liter. Dus ik denk, ik doe het gewoon in die fles. Want dan kan ik het gewoon in 1 keer wegdrinken. Dus veel makkelijker. En dan kan ik het ook gewoon buiten zitten. Het wordt wel een beetje frisjes buiten, moet ik zeggen. Het waait heel hard. Ik heb geen idee waarom, maar het wordt fris. Ik ga even een flesje pakken, denk ik. Ik heb trouwens een grijs topje aan en deze chille broek. Maar voor de rest niet zo heel veel. Maar ik ben even een beetje aan het bezig nog steeds. Ik ga zo editen, dus ik ga deze video ook afsluiten. Ik doe voor de rest niet zo heel veel. En nu vandaag lekker ga chillen, lekker relaxen. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Deze video blijft even omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je nog niet geabonneerd bent en je wil meer van me zien. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!